Een bescheiden bijeenkomst bij de Urkersluis op woensdag 13 juni. Aanleiding was de ondertekening van de aannemerscontracten van het project Groot Onderhoud Bruggen en Sluizen. En al was er wel taart, verder hebben niet veel mensen gemerkt dat woensdag 13 juni wel degelijk een belangrijk moment was voor de inwoners van onze provincie. Flevoland, zoals iedereen weet, ligt beneden de zeespiegel. Dat betekent dat je veiligheid aan je bewoners moet garanderen met dijken en met sluizen en bruggen. En daar is de afgelopen jaren inventarisatie gedaan. Wat moeten wij doen om die veiligheid te garanderen? En dat betekent een groot onderhoud aan bruggen en sluizen. En vandaag is de aftrap met de beide aannemers die hier het werk gaan verrichten. De handtekeningen zijn gezet, maar op de locaties zal voorlopig niet veel activiteit zichtbaar zijn. We gaan daar anderhalf jaar de tijd voor nemen om daar goed met de provincie over te praten. Van hoe het precies eruit moet zien. Zodat wij in één keer goed de ombouw kunnen realiseren. Bij die ombouw wordt rekening gehouden met de drukte op de vaarwegen. Wij doen de ombouw in het vierde kwartaal, in het winterseizoen. Om eigenlijk de recreatievaart ongestoord te laten in het zomerseizoen. Het project is ook door de manier waarop het aangepakt wordt vooruitstrevend. Ik denk dat het een heel bijzonder project is. Inhoudelijk, maar zeker ook qua samenwerking. Vanaf het prille begin zitten we te kijken naar hoe kunnen we optimaal samenwerken, zodat het resultaat ook echt goed wordt. Ik denk dat dat het hele bijzondere van dit project is. De renovaties worden op 16 locaties uitgevoerd. De centrale bedienkamer komt in het provinciehuis. Over minder dan 5 jaar moet het project klaar zijn. Wij plannen om voor 31 maart 2023 alle 16 locaties omgebouwd te hebben, inclusief het provinciehuis. Na afronding is de infrastructuur weer helemaal up-to-date. Met dit project Groot Onderhoud Bruggen en Sluizen gaan wij voor de inwoners van Flevoland ervoor zorgen dat de aanstaande 15 jaar, de komende 15 jaar, dat de bruggen en sluizen weer in perfecte conditie zijn.